Er schiet me in één keer iets te binnen. Hé, hey, dat was raar. Dat was raar. Ik moet in één keer... Dat was echt heel raar. Ja, nee, toen het gebeurde, ging het te snel. Ik zei, nou, dat was heel raar. Gisteravond. Het was gisteravond. Ik was op mijn slaapkamer. En het was al laat. Ik had mijn kaarsje aangedaan. Muziekje op de radio. Slaapkamerraam een stukje opengezet. En ja, ik was moe. Ik was een beetje doezelig. En ik wilde net in bed stappen. Toen ik in één keer zo bij mijn slaapkamerraam zo wat gemorrel hoorde. Ik denk, waar krijgen we? Godverdomme nou! Er zal er niet meer naar binnen proberen te komen. En ik kijk en er komt iemand mijn kamer binnen, man. Dat is een mannetje. Ik zeg, hallo, wie ben jij? Ik ben Peter. Ik zeg, wat? Ik ben Peter. Ik zeg, wat Peter? Hoezo Peter? Peter Pan. Ik zeg, ja, wat kom je doen? Nou, ik zag jouw ruim openstaan. Ik dacht, weet je wat? Ik wip even aan. Ja, moet je luisteren. Ik wilde dus net gaan slapen. Oh, dus je hebt zeker liever dat ik weer ga. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, nee, maar dan ga ik weer. Ja, dat lijkt me goed, ja. Dan ben ik weg, hè? Ja, oké. Okay. Ja, dag, ja, dag. Ja, is toch raar, of niet? Ik had er echt helemaal geen zin in. Ik had zoiets van, dit is een bizarre situatie. Hij komt ongevraagd op mijn kamer, heeft er geen fuck te melden. Dan denk ik, hallo, is dat mijn verantwoordelijkheid? Ik dacht het niet. Dat hij zijn avond geen invulling kan geven, dat hij zich verveelt, is zijn probleem. Moet ik dat op mijn nek gaan nemen? Ik dacht het niet. Hij is verantwoordelijk voor zijn avond, ik voor mijn avond. Als je een afspraak maakt, vind ik prima, maar dan komt het van twee kanten af. Maar dit vind ik onzin. Ik laat me godverdomme niet leegstaren. Er is helemaal niemand, daar heb ik geen zin meer in. Die tijd heb ik gehad, maar ja, hé, hey, dat is een groeiproces. Nee, maar ik moet zeggen, ik heb nu niet zoveel meer met hem, met Peter Pan. Vroeger wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan weet ik dat ik altijd dacht als puber van, ik zou het nooit met een man kunnen doen. En toen zag ik Peter Pan. God damn, zeg, ik vond het lekker, echt waar. En ja, dat strakke groene broekje zo, ja, hoedje zo, van die dingetjes hier zo. En je zo, een dolkje. Een klein dolkje, vond ik lekker hoor. Maar dat was weg. Hij moet echt zeggen, die gratie of wat dan ook, dat was weg, dat was er niet meer. Want hij wordt niet oud, hij was niet oud geworden, daar gaat het, want hij wordt niet oud, Peter Pan. Hè, daar heeft hij toch altijd over, ik word niet oud, ja. Maar wel zo'n pens, weet je niet, gekregen in één keer. En echt vet, echt lui, flodderig vet, wat zo'n een beetje zo er overheen hangt zo. En dan is een streep schaamhaar. En ik vind het helemaal niet erg dat je dik bent. Je mag dik, dun, maakt niet uit. Maar ga dan niet proberen zo'n strak groen broekje aan te trekken. Dat is gênant, dan hangt het er overheen, dat is heel vies. En die kleine erbij, met een tinkelteefje, of weet je? Nog een snolletje, hoor. Maar Peter Pan, hè, dat vond ik altijd mooi. Vroeger, als hij ging vliegen, Peter Pan, dan liep hij een stuk zo, zoef, en dan steeg hij op. En nou echt, hij sprong maar aan uit, en... Belachelijk, man. Maar ja, dan wil ik niet dat jij nou bijvoorbeeld denkt dat ik iets tegen streepfiguren heb, hè. Want zo zit hij dus niet. Of tekenfilmfiguren. Dan zitten hartstikke toffe mensen bij, dat is dus zo. Vind ik wel. Respectabele, eerlijke mensen. Ken jij professor Barabas? Professor Barabas, ken je die? Ja, van Suske Miske, ja. Wat vind je daarvan bijvoorbeeld? Hij is toch een goede vent, man. Een schitterende vent, man. Een uitvinder. En relevante uitvindingen doet hij, dat kan ik je wel vertellen. Hartstikke goede uitvinder. En professor Zonnebloem, ken je die? Professor Zonnebloem? Kijfje. Hey! Bingo! Hoe vind je daarvan? Mm. Je vindt minder? Heel minder. Ja, waarom? Geen tijd misschien. Nee, dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. Ja, is hij daarom minder? Ja. Is hij daarom minder? Ja, ik geef toe, die tijdmachine is wel inderdaad een uitvinding van heb ik jou daar, hè? En wil je nog meer? Willy Wortel! Willy Wortel, ken je die? Ja. Is een kip! Echt waar?
Dat is een kip. Willy Wortel is een kip. Een kip. Die uitvindingen doet. Dat is toch niet normaal, man. Een kip. Hey, dus wat is Willy Wortel? Een? Nee, hij is een haan. Dat is flauw, hè? Maar dat maakt niet uit. En ken jij bijvoorbeeld... ken jij Klaas Vaak? Ja. Het zandmannetje, Klaas Vaak, zandmannetje. Ja, maar het is tijd, hè? Het is de tijd geweest. Toen was ik zo in de war. Ik was mezelf kwijt. En ik dacht dat ik het zandmannetje was. Echt, ja, dan ben je ver heen, hè? Maar op zich, dat was op zich helemaal niet zo erg. Maar ik ging dat ook echt doen. Ik ging dat echt doen. Ik ging met een grote zak zand langs bejaardenhuizen. En dan, ja. En dan ging ik zo'n kamertje in. En dan lag dus een oud wijf te slapen, zo zonder tanden, zo. En dan zo'n flinke haf van zand, zo. Wat de beste! Flats! Nou, dan ben je binnen een half uur niet weg, hoor, politiebureau. Hoe is uw naam? Zandmannetje! Shit, man. Hey, maar hoe heet jij dan? Nico. Nico. En wat doe jij in het dagelijks leven? Heb jij een beroep of zo? Ik heb een beroep. Oh, schitterend. Wat voor beroep? Constructiebankwerker. Constructie wat? Bankwerker. Constructiebankwerker. Geen uitvinder. Maar Nico, wat doe je dan eigenlijk? Ik maak aluminium ramen en de... Aluminium ramen. Die maak jij. Ze bellen ze jou op. En Nico, maak ze een aluminium raam. Ja, is goed. En jij, weet jij? Jan. Jan! Schitterend! Ik ken nog zo iemand. Wat heb jij voor beroep? Onderwijzer. Onderwijzer? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Heb je nou dat je denkt van, kut kinder, ik ben zo'n kapot stam. Soms. Ja, soms wel, hè. Ja. Je was gedaan? Nee. Moest doen. Ja. En jij, weet jij? Frederik. Hoe? Frederik. Frederik? Hoe oud ben jij? 24. En zit je nog op school? Nee. Wat? Ik studeer. Wat studeer je dan? Ja, dat is toch school? Godverdomme zeg. Werk je in de horeca? Nee, ik ben barman. Ik vroeg niet of je bij hem op school zat, gewoon of... Hey Frederik, wat studeer je dan? Ik doe voorlichting universiteit en informatie. Wat? Wat doe je? Dan ben jij een smerig wijf. Godverdamme. Bok. En jij? Hoe heet jij? Walter. Walter, heb jij een beroep? Je studeert, hè? Ik studeer. Wat studeer je dan? Delft. Ik vroeg Walter, wat studeer je? En dan zeg jij Delft. Is geen studie. Dat is een stad. Met bochtjes. Ik vraag het je nog één keer. Wat studeer jij? Informatica. Oh. Daar was ik nou zo bang voor. Computers. Jullie moest je weten hoeveel computers ik op de eerste rij heb gehad. Deze dingen. Ben je wat ik van altijd zeg? Oh, leuk, computers. Druk je wel eens op enter? Ja, je moet wat. Hey, heb ik gezellig met je bier? Oh, ja, leuk hè? Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel gezellig. En
En we moeten de sfeer goed houden, want dat is belangrijk. Want we moeten lief zijn voor elkaar. Dat is heel belangrijk. Vind je niet? Vind jij dat ook niet? Ja, dat is toch wel. Ze moeten lief zijn, toch? Hoe heet jij? Frits, ik moet jou niet. Dat is een grap. Ja, dat is een grapje, want ik ga Frits niet pesten, jongen. Oeh.